Het stadsbestuur van Dordrecht reageert positief op de nieuwbouwplannen van FC Dordrecht. De voetbalclub wil op de kruising van de N3 en de provinciale weg een nieuw stadion bouwen. Al twee keer eerder maakte FC Dordrecht nieuwbouwplannen. Maar daar zagen de gemeente en de provincie toen niets in. En dus speelt de club nog altijd aan de kromme dijk. Over het nieuwste plan is het gemeentebestuur een stuk positiever. Hoewel het nog geen gelopen race is. Ja, het plan ziet er op zich echt mooi uit. Wat we met elkaar wel hebben afgesproken, is dat het plan zoals het is gepresenteerd. Wel eerst in ieder geval moet worden getoetst op ruimtelijke aspecten en met name verkeerstechnische aspecten. Op geld van de gemeente hoeft FC Dordrecht niet te rekenen. De club moet zelf op zoek gaan naar geldschieters, zegt collega wethouder Rijnvaan. Het OV-verbod voor reizigers die zich misdragen in de tram wordt vanaf vandaag uitgebreid. Lastige reizigers kunnen sinds twee jaar een verbod krijgen op lijn 2 en een deel van lijn 23. Nu zijn lijn 21 en de rest van lijn 23 daaraan toegevoegd. Burgemeester Abu Taleb, de RET en Justitie ondertekenden vorige week de afspraken. Ze willen met het verbod van acht weken raddraaiers uit de tram houden. Ook hopen ze dat de agressie en vernielingen afnemen door de maatregel. Het dagelijks bestuur van Hoek van Holland is dinsdag uit elkaar gevallen. De VVD heeft het vertrouwen opgezegd in deelraadsbestuurder Paddy Romer. De PvdA, de partij van Romer, reageerde onmiddellijk met de opmerking dat zij ook niet verder wil. De VVD steunt Romer niet meer omdat zij hem verantwoordelijk houden voor een tekort van 300.000 euro. Romer draait het precies om. Het tekort komt juist voor rekening van de VVD, zegt hij. Donderdagavond vergadert de deelraad van Hoek van Holland over de crisis. Royston Drenthe wordt door Real Madrid voor een jaar verhuurd aan Hercules Alicante, dat vorig seizoen naar de Primera División promoveerde. Oud-Feyenoorder Drenthe speelde drie seizoenen voor Real Madrid. In die periode was hij zelden basisspeler en kwam hij tot 46 competitieduels waarin hij twee keer scoorde.